Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik had nooit verwacht dat ik ooit in mijn hele leven een designertas zou kopen. Maar het is gebeurd. Ja, in deze video ga ik een unboxing doen. En ga ik vertellen hoe mijn ervaring was. En waarom ik eigenlijk überhaupt een designertas heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar alles, kijk dan vooral verder. Maar doe ook dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht jij zelf een designertas hebben, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En welke, daar ben ik ook al benieuwd naar. Oké, laten we maar snel beginnen. Dit is de tas. Ik ging samen met Julia voorbij, naar Louis Vuitton. Want ja, in mijn ogen is zij best wel een expert op gebied van designertassen. Ze heeft ook al een aantal items. En ik vond het toch wel prettig om met iemand naar de winkel te gaan die er iets meer verstand van heeft. Ik heb van tevoren heel wat research gedaan van of ik het überhaupt al wilde. Even een hele kleine background story. Ik heb mijn hele leven in het merk Louis Vuitton al een heel tof merk gevonden. Als jong meisje verwacht je niet dat je dat ooit in je leven kan kopen. Maar ik dacht, laat ik mezelf even flink, maar dan ook flink verwennen. Ik zie dit ook echt als een symbool voor mij als 21-jarige. Wat ik eigenlijk tot nu toe in mijn leven al heb bereikt. En dat ik dit gewoon kan kopen. Dus dat vind ik ook wel iets speciaals hebben. En ik ben totaal geen persoon die met haar spullen wilt gaan opscheppen van, kijk mij nou, ik heb dit. Nee, ik vond het oprecht heel erg spannend om iets te kopen. Maar ja, ik had voor een hele lange tijd de tas Pochette Matisse op het oog. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik heb heel erg mijn research gedaan, maar ja, uitspraak is nog altijd lastig. Maar ik had dus die op het oog. Eerst wilde ik de witte, maar uiteindelijk heb ik voor de zwarte gekozen, want ik vond zwart toch wel wat praktischer en bij meer dingen passen. Ik ga eerst de unboxing doen en dan ga ik straks vertellen hoe ik het in de winkel heb ervaren. Nou, naast de mooie tas hebben we ook een klein envelopje. Daar zit onder andere het kaartje in van de mevrouw die mij heeft geholpen. En de bon zelf. Dus dit laat ik lekker hierin. Ze had er ook nog wat bij gedaan. Namelijk een testertje van een parfum, want we liepen gewoon rond. We gingen nog even verder kijken. En toen roken we naar een aantal geurtjes. En één geurtje was super lekker. Het is het geurtje Rose de Fans. Super lekker geurtje. Ik heb geen idee of ik dit ooit in mijn leven ga kopen, maar ik vond het wel heel lekker ruiken. Dan hebben we een envelopje erbij zitten. Wat is dit? Oh! Een persoonlijk berichtje. Is dat normaal? Dankjewel voor je aankoop. Veel plezier met je Pochette Matisse. Geniet ervan met heel veel liefs, Vicky van Louis Vuitton. Oh, nice. Dat vind ik echt heel lief. Oké. Okay. Dan de doos. Dit is de Louis Vuitton doos. Zie je hem al? Big smilen. Oh, hoe erg gelukkig ik hiervan kan worden. Echt bizar. Kijk, ik begrijp heel goed dat sommige mensen hier helemaal niks mee hebben. Ieder heeft zo'n ding, maar ik kan hier heel erg blij van worden. Heel mooi in een strikje. Hebben we hier ook nog een kaartje? Nog een envelopje. Nou, dat is gewoon een simpel kaartje. Zo mooi ingepakt. Da-da-da-dam. We hebben hier de dustbag. En in de dustbag zit mijn nieuwe liefde. In de winkel vond ik het doodeng om het eigenlijk vast te houden. Want het is een heel duur item. Ik ben al zo'n persoon die heel erg makkelijk over prijzen wil praten. Dus hierbij kan ik ook laten weten hoeveel ik hiervoor heb betaald. Deze tas was €1650. Ik moest mijn hart echt vasthouden. Mijn bankrekening was ook niet heel erg blij. Maar mijn ziel wel. En daar gingen we voor. Dus ja, ik ga er mega voorzichtig mee doen. Zo doen we hem open. In de winkel werd mij ook duidelijk uitgelegd hoe ik de tas moet verzorgen. Ik moet een doekje gaan kopen waarmee ik het schoon kan maken, omdat het van leer is. De reden waarom ik deze heb gekocht is omdat ik de indeling van de tas heel erg praktisch vind. Je hebt twee grote vakken als het ware en één kleine, een beetje daarachter verscholen. En aan de achterkant heb je ook nog een ritsvakje. Ik hou er gewoon van als mijn tas genoeg opbergplek heeft. En het heeft zo'n strap. Ik hou er nu al van. Oké, even voorzichtig sluiten. Dit voelt niet real.
gewoon niet. Ik vind het zo gek dat deze het nu van mij is. Natuurlijk heb ik er zelf voor gewerkt en zelf mijn geld verdiend. Maar toch, het voelt heel erg gek. Dit is hem dan hoor, jongens. Ja, wat moet ik er eigenlijk over zeggen? Ik heb werkelijk geen idee. Wat zeg je over een designer tas? Ja, hij is mooi. Hij is van leer. Dat is ook nog even goed om te weten. Je hebt ook een andere versie. Die is van canvas. Het monogram is bij deze echt in het leer gedrukt. Dat vind ik heel erg mooi. Het is niet van bam in your face. Dit is een Louis Vuitton tas. Maar je ziet het wel. Ik vind het wel iets subtiels hebben. En je hebt dan hier dus zo'n hengseltje. En wat heel erg fijn hieraan is, is dat je hem gewoon plat kan drukken. Dan rust hij als het ware. Zo ziet hij eruit als ik hem om heb. Ik denk dat ik hem gewoon als crossbody ga gebruiken. Maar het is wel handig dat je hem ook aan de hengsel natuurlijk kan vasthouden. Nu even in het kort wat mijn ervaring was in de winkel. Ik heb het echt als prettig ervaren. Ik heb hierna ook wat verhalen gehoord. Dat mensen niet goed geholpen werden of dat ze minder vriendelijk waren. Maar we hadden ons aangemeld en het duurde wel eventjes voordat we geholpen werden. Maar toen we eenmaal geholpen werden, was die dame echt mega aardig. Ze nam echt de tijd voor ons. Ze legde heel goed uit van hoe je dus de tas moest verzorgen, waar je op moest letten. En ze beantwoordde de vragen ook heel erg goed. Het was voor mijn gevoel wel een hele fijne ervaring. Ik heb hem nu ook net nieuw. Hij is nog niet eens een dag oud bij mij. Alsof het mijn baby is. Ja, eigenlijk wel. Dus ik ga vanzelf al merken of ik het geld waard vind. Ja, 1600 euro is belachelijk veel geld. Ik zou het niet zomaar doen. Alleen als je het er echt voor over hebt. En dit betekent ook heel veel voor mij. Wat ik al zei, dit is iets symbolisch. Van als ik dit zo zie, denk ik, wow. Ik ben gewoon oprecht heel dankbaar voor wat ik de afgelopen tijd heb kunnen doen. Dat ik van YouTube en het maken van content, YouTube, Instagram, dat mijn baan is als het ware. Dat is zo gek en bizar. Dat had ik nooit verwacht. Dus dit is een symbool daarvoor. En natuurlijk ook dankzij jullie heb ik dit kunnen halen. Want ja, als ik nooit de support van jullie had, was ik nooit verder gegaan met YouTube. Was ik back in the days al lang gestopt. Maar dit is echt mijn passie. En dat ik gewoon met mijn passie dit allemaal kan betalen, vind ik gewoon heel erg bijzonder. Die big smile gaat niet van mijn gezicht af. Ik ben gewoon te blij op dit moment. Morgen ga ik hem voor het eerst buiten de deur meenemen. Ik vind het nog best wel spannend. Mochten jullie in de toekomst een What's in my bag video willen met deze tas en wat er nou allemaal in kan of wat ik nou allemaal meeneem in deze tas, laat het vooral weten. Op dit moment kan ik natuurlijk niet een hele uitgebreide review geven, omdat ik er nog vrij weinig over kan zeggen. Ja, alleen mijn eerste indruk en dat ik hem heb. Maar mochten jullie meer willen weten, laat het dan vooral weten. Ik vind zelf zulke designer videotassen heel erg interessant, leerzaam. Ja, mijn tip, mocht jij ook interesse hebben in een designer tas, doe eerst je research voordat je überhaupt iets gaat kopen. Ga naar de winkel, bestel het niet online. Ik heb wel gemerkt dat ik het heel erg fijn vond om direct met de medewerker te schakelen. Of nou ja, als ik vragen had, kreeg ik direct antwoord en online. Weet ik niet hoe snel dat kan gaan. Dus ik vond het wel heel erg prettig. En ja, ik kon ook direct controleren of alles goed eruit zag. Niet dat er foutjes waren in het ontwerp. Want er komt wel eens voor dat dit stuk scheef zit. Ja, dat wil je natuurlijk niet als je zoveel geld uitgeeft aan zo'n tas. Ik ga heel voorzichtig met deze tas om. En het is ook de bedoeling dat ik hem regelmatig onderhouden, dus schoonhouden en altijd bewaar in de dustbag. Dus dit zal een heel mooi opbergplekje krijgen. Nog een handig dingetje om te weten is dat je hem kan verstellen. Dus dat is heel erg fijn. Maar mij werd geadviseerd om hem niet door het laatste gaatje te doen. Want dan heeft hij moeite met het gewicht. Als je heel veel in hebt, dan is de kans sneller dat hij het minder snel trekt. Maar ik heb hem dan wat lager gedaan. Ik dacht, ik luister maar naar de kenners. Dat was dan de introductie van mijn nieuwe baby. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Mocht je nog wat vragen hebben over de tas of over mijn ervaring bij Louis Vuitton, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Oh, misschien ook wel even goed om te zeggen, ik heb deze tas gekocht in de Bijenkorf in Amsterdam. Dus dan weten jullie dat ook. Ja, laat vooral weten wat jij eigenlijk van designertassen vindt. Vind je het overpriced? Vind je het ook superleuk? Heb je er een paar? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Laat vooral hieronder in de reacties achter. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video.
Doei!